toe, deze Girani. Zich gaat gedragen. Kano verlengt. Kuteza voor Werradic. En daar is het doelpunt al. Eerste kans en meteen een goal. 2,5 minuut. Nog niet eens zijn we bezig. En Kano op de hem gekende manier met het hoofd van op een voorzet. En een droomstart voor Zulte Waregem. Zijn 9e. Zijn 8e van op een center. En het begon bij de goede actie van Kuteza. Radic niet doortastend genoeg. En dan heeft Kano toch twee spelers daar bij zich. Bijna 3 goals per match incasseren is te veel. Zulte Waregem op de counter nu. Dompe. Alleen Kano voor de bal. Dompe wil het dan zelf proberen. En Van Hamel verkijkt zich op dat schot. En het is zomaar 2-0. En alles vliegt binnen bij Zulte Waregem. Twee doelpogingen, 2 goals. En ai ai ai, Mike van Hamel, hij weet het zelf. Oké, een botsende bal is altijd vervelend. En het veld ligt nat, het veld ligt zwaar. En dan botst die bal net wat anders dan je het verwacht. Want dit is geen gevaarlijk schot en zit er nog aan. De timing is gewoon niet perfect. Mooi gedaan van Kuteza. En daar de 3-0. Nee, dan toch. Van Hamel kan eens een bal pakken. De rebound van Kuteza. Zulte Waregem snijdt door de beerschotverdediging alsof het niks is. En kijk eens dat vertrouwen. Voor Schenkelijk. Holzhauser, Vakka naar binnen. Vakka liep die bal niet perfect mee, maar dan toch. Wat een kans. En in plaats van 3-0 was het bijna 2-1. Nou wordt verwend als neutrale toeschouwer in die openingsfase. Zulte Waregem bevestigt ook wat we al weten, dat ze makkelijk kansen toestaan. Dit was een beetje te optimistisch van Joren Dom. Hier leek het nog fout te lopen voor Vakka. Maar halfslachtig ingrijpen van Boya. Sek. Slecht ingespeeld. Misverstand met Dompe. En hier is Shankland. Shankland, de hoek is iets te scherp. De afstand iets te groot. Geen problemen voor Sami Bossut. Maar het is duidelijk dat er mogelijkheden zijn voor Beerschot. Plots hele grote ruimtes die niet onmiddellijk moeten kunnen meenemen. Van den Berg is 1 man kwijt. Daar wacht de tweede. Een goede terugkeer ook van Fadera. Aliou Fadera. Doumbia levert zomaar in bij Holzhauser. Hier is Schenkel, het oog in oog met Bossut. Nu dan. Nee. Het duurt net te lang. De terugkeer van Ewout Pleet. Domp. 1-2 met Schenkelt. En dan is hij Boya kwijt. Hier zit wat in voor Beerschot. Holzhauser voor doel. Schenkelt is er ook. Daar is Holzhauser met links. Moest hem te hoog nemen en te dicht bij zijn lichaam. Had hem ook kunnen meegeven aan Vakka. En er waren nog kansen. Mooie inspanning van Joren Dom. En opnieuw moet je zeggen, hier zat meer in voor Beerschot. Net te weinig killer instinct bij het afwerken. Van den Berg kan ver met dat gooien. Hier Sek die ertussen zit. En daar is de counter van Zulte Waregem met Doumbia. Kuteza mee. Hier is hij. Kuteza eerst de baltoets is goed. En de tweede net te hoog. Geweldige tegenstoot van Zulte Waregem op een inworp nota bene van Beerschot. Mooi werk van Dompe.
gedaan, prima gedaan. En eigenlijk blijft hij niet rustig genoeg. Tom. En Reda. Maar niemand anders op die flank. Boudin. Caicedo van den Berg. En hier is Zwakka. Diepgang bij Caicedo, dat was goed gedaan. Caicedo en Shanklin. Wat een kans nog voor Shanklin en voor Beerschot. In de allerlaatste seconde van de eerste helft. De mooiste aanval van de ratten van de hele match. Maar het is net niet voldoende voor een aansluitingsgoal. Mooie infiltratie van Caicedo. En wat Shanklin hier nog van maakt is schitterend. Nog eens Sanyang. En weer Boya. Kwik gereageerd. Vakka. Ruimtes zijn klein. En toch door het midden proberen. Vakka. Het is getelefoneerd. Zag je van ver komen. En toch een keer druk vanwege Beerschot. Holshuizen. Van den Berg. Mooi buitenom. Van den Berg. En dan nog de voetveeg van Bossuut. Zat die bal week af. En plots werd het heel erg link. Maar de reflexen van de 36-jarige Bossuut zijn nog helemaal intact. Mooie actie van den Berg. Dan denk je, net iets te lang. Deviatie via Pleiting. Hoekschop is al genomen. Een belangrijke tussenkomst van Vakka. Dan slordig inspelen. Brede muur. Bossuut ziet niet veel. Je hebt Holshouser. Daar is niet de 2-1. Je zag Bossuut vertrekken. Je zag hem zweven. En uiteindelijk was het niet nodig. Dan kroont die bal niet veel. Maar toch net te veel weg van die eerste paal voor het evenwicht. Dat evenwicht was er toch vandaag. Prima gedaan. En daar de doodsteek. Nee, nog altijd niet hoor. Zoetewaargem had telkens de kans liggen om de wedstrijd helemaal af te maken.